Voorzitter, collega's, commissaris, nu in het ministerie van Defensie in Oekraïne en in een aantal Oekraïnse banken een cyberaanval aan de gang is, is het duidelijk. De omstandigheden en de druk om snel noodzakelijke stappen vooruit te zetten op gebied van ons gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid, die zijn eigenlijk nog nooit zo voelbaar geweest als nu. Het inzicht in de nood aan een sterke eigen defensie schrijdt gelukkig voort. De crisis vandaag, die het gevolg is van Russische agressie tegen landen van het oostelijke partnerschap, heeft nog eens duidelijk de pijnpunten blootgelegd, maar op een manier die meteen ook aanspoort tot meer eigen bereidheid en inzet. Te weinig eenheid, te weinig capaciteiten en te veel afhankelijkheid. De VS en de NAVO zijn belangrijke partners en het nut van goede transatlantische relaties kan daarentegen moeilijk als pijnpunt voor ons omschreven worden in deze tijden van crisis. Ik wil er in dit verband ook op wijzen dat parlementaire diplomatie ook belangrijk kan zijn. Getuige daarvan het Transatlantic Legislators Statement dat enkele dagen geleden door zowel Europese als Amerikaanse parlementsleden, waaronder een aantal van ons, ondertekend werd. Als principiële steunbetuiging voor soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne. Dank u.